Beste Varsevelders. Ja, het komt weer aan, de Varseveldse kermis. En normaal gesproken is dat natuurlijk met de volksfeesten erbij echt een grote happening. Waarbij en de Varsevelders zelf, maar ook alle mensen die in Varseveld hebben gewoond en daar nog vrienden of familie hebben wonen, daarvoor terugkomen. Maar ja, corona gooit natuurlijk best wel een beetje roet in het eten. Maar niet getreurd. We proberen er wel iets moois van te maken, toch? Zeker. Het gaat namelijk voor een deel wel door. En dat is natuurlijk onder andere... Ja, we hebben de omgekeerde optocht. Donderdag en zaterdag. Donderdag tussen 7 uur en 9 uur 's avonds. Dan zijn alle wagens, zeg maar, of de objecten, zeg maar, die gebouwd zijn door de verschillende wagenbouwgroepen, die zijn bemand met figuranten. Dus daar kun je echt heel leuk kijken via de wandeltocht die in het blaadje, in het boekje stond. Die heeft iedereen al thuis gekregen. Die heeft iedereen al thuis gekregen. Kijk, dus iedereen heeft in feite heeft de route. De route wordt ook nog aangegeven met bordjes en pijltjes. Zodat je weet waar je heen moet lopen. Want dat willen we wel een beetje gereguleerd laten gebeuren. Onderweg gebeuren er nog wat leuke dingen. Maar dat is een verrassing voor als je komt. En op zaterdagmorgen is er eigenlijk hetzelfde. Dan gaat van 10:30 tot 12:30 gaat het ook weer allemaal bemand zijn met figuranten. En dan is de tweede ronde optocht zoals jullie eigenlijk altijd van ons gewend zijn. Weer dezelfde route, weer wat leuke dingen onderweg. En dan is ook bekend wie dan welke prijs gewonnen heeft. Want spannend, toch wel? Jureren wel. Hè? Dus, en die prijsuitreiking is online, hè? Die dus prijsuitreiking kunnen mensen dan is, volgen door in te loggen op AOV? Nou, die is net zo online als dat dit online is. Dus die gaat via de verschillende social media kanalen gaat die de wijde wereld in. En die gaat voorafgaand aan de optocht, zeg maar de omgekeerde optocht, gaat die gebeuren. Ongeveer om 10:00 's morgens wordt het online gezet. Mooi, de omgekeerde optocht. En we hebben natuurlijk ook kinderspelen. Kinderspelen bij het Hofshuis, die gaan door. Er komt de Lunapark. Lunapark, dat is weer gewoon bij waar we het kennen. Op het kermisterrein, net als dat hij er altijd is. Net als altijd. Ja, 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 mooi. Dat wordt een groot feest. Ja, we proberen er toch wat moois te maken met z'n allen voor in Varseveld. Wel anders vanwege corona. Iets minder, dus niet de tentfeesten, maar wel heel veel andere leuke dingen. En ik moet daar natuurlijk als burgemeester toch wel heel even streng zijn en ook zeggen, let wel op mensen. Ook op de maatregelen, hou je er ook aan. Zorg ervoor dat het een leuk feest is op de dagen zelf, maar ook de dagen erna. Dat we er niet met een soort kater van thuis komen. Maar ik weet dat we dat kunnen en dat we er toch van kunnen genieten. Van de kinderspelen, van de omgekeerde optocht, van het Lunapark. Zodat we toch met z'n allen dat Varseveld gevoel toch wel even kunnen vastpakken en vasthouden. Dat gaan we doen. Dus wat zullen we ervan zeggen? Gewoon genieten, hè, met elkaar. Alderbassend genieten. Alderbassend genieten. Geniet ervan. Nou, veel plezier. Hallo, wil u een mondkapje, mevrouw?
deze corona maar plaats. Ik vind het gevaarlijk. Kan ik het niet meegeven? Zo. Ja, maar mevrouw, Corona is op straat, weet u het zeker? Kan ook, wilt u eentje, mevrouw? Alsjeblieft, mevrouw. Wil je een hoedkapje? Wil je een hoedkapje? De corona ligt hier op straat, hè? Veiligheid bovenhand, veiligheid bovenhand. Maak je dat touwtje vast, heb je het touw trekken, zeg maar. Wilt u een hoedkapje? Ik heb het nog een stukje vragen.